superleuk dat jullie kijken naar deze nieuwe Star Stable update video. En deze keer is het een best wel grote update, want er is namelijk weer een nieuw evenement. En dat vindt plaats in Fort Pinta. We hebben namelijk het nieuwe strandfeest. Of nou ja, het strandfeest is niet helemaal nieuw. Het is helemaal verbeterd en super groot. En ik las iets over haaien en missies en races en gratis dingen. Dus ik ben heel erg benieuwd dit keer. En ja, ik heb er heel erg veel zin in. Dus doe een duimpje omhoog als je er ook heel erg veel zin in hebt. En dan gaan we gauw beginnen. En ik zit vandaag trouwens op Uno, want jullie hadden gestemd dat ik vandaag op Uno moest rijden. Dus dat vond ik heel erg leuk. En ik heb gelijk ook eventjes een soort van zomerse outfit aangedaan, want het is echt heel erg warm. En het evenement blijft 2 weken staan en dat vond ik dan wel weer heel kort. Want het is het zomerfeest, joepie, zomer, iedereen is blij. En dan blijft het maar 2 weken staan, maar de zomer duurt veel langer. Dus ik snap niet waarom het zo kort blijft staan. Maar goed, we zijn aangekomen, dus ik ben heel erg benieuwd. Wat ik al heel erg gezellig vind zijn deze lantaarns. Maar volgens mij stonden die er vorig jaar ook. En ik moet eerlijk zeggen dat ik de zomerfestivals van voorgaande jaren nooit heb gefilmd, omdat ik het altijd heel erg saai vind. Maar ja, nu was het dus helemaal vernieuwd, dus leek het me wel heel leuk. Even kijken, het is hier lekker druk, maar laten we gewoon beginnen bij dit uitroepteken, want ik zie daar al een kraampje, allerlei verschillende missies en wat is er veel te doen! Even kijken, we beginnen maar gewoon met Thalia. Hoi en welkom bij het enige echte wonderbaarlijke strandfeest. Oh, kijk hier, zo'n ding krijg je dus en het heet een zomermunt. Nou ja, een zomermunt, dus geen strandmunt. Oh, nou ja, ik hoef jullie niet eens meer alles te laten zien. Zij gaat het gewoon zelf vertellen in de missie. Hoe handig is dat? Oké, dit staat onder de bomen. En wat is dit? Hier is de nieuwe smoothie tent. Alles wat ze hier serveren is uitgebreid op kwaliteit gecontroleerd. Oké, ja, best. Hier kun je de gloednieuwe afbreekbare papieren lantaarns lanceren. Wat een moeilijke zin. Nou, daar heb je dus iets met lantaarns. En ik had natuurlijk al 2 weken geleden een spoiler gegeven. Want toen had Star Stable het hele Fort Pinta strand hadden ze aangepast. Maar zonder dat te vermelden. Dus toen wisten we al dat er wat ging gebeuren. En heb je die video gezien, dan staat die in het i'tje. En ja, wil je meer Star Stable video's van mij zien? Abonneer dan op mijn YouTube kanaal. Want wij proberen natuurlijk in de updates altijd alles te uitvinden wat Star Stable zeg maar nieuw heeft. Dus ik wist toen al dat dit was vernieuwd en dat dit eraan zou komen. Oké, zitten je zakken vol, dan hebben we een opslagruimte voor. Oh, kijk hier. Mooi. Dus dan hoeven we niet naar onze zadelkast toe. Nou, hier staan de winkeltjes. Die hadden we net ook gezien. Het hengelspel. Oké, een hengelspel. Oké, ik weet dat vissen op Star Stable echt heel erg moeilijk is, maar we gaan het maar gewoon proberen. De dansvloer. Yay. Oh, dat vind ik altijd het minst leuk aan die evenementen. Die nutteloze dansvloeren. Oh, we zijn de dansvloer vergeten te plaatsen. Yay. Mooi zo. Help de dansvloer te plaatsen. Ja, dag. Nee, 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 nee. Dat wil ik niet. Ik ga eerst even kijken naar de rest van de missies. Oh ja, trouwens, ik hoop dat jullie wat opvalt aan... Nou ja, je ziet het hier al. Mijn microfoon, dus ook misschien het geluid. Ik hoop dat dat beter is. Dit is de 2e keer dat ik hem nu gebruik. Ik heb al een video opgenomen, maar die hebben jullie nog niet gezien. Maar dit is de allereerste video die nu met het nieuwe geluid online staat. En ook mijn nieuwe webcam. Dus misschien is dat qua kleur nog een beetje gek. En ja, ik hoop dat het er beter uitziet. Ik moet nog even uitvinden allemaal, maar ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. Oké, we hebben hier het allereerste winkeltje. De strandfeestwinkel. En wat is het allemaal weer popje duur. Nou, ik vind het ook... Ja, ik wil niet zeggen lelijk. Ik vind het wel cool. Ik vind het mooi. Nou ja, mooi niet, maar ik vind het cool. Maar 10.000 Jorvik shillingen voor een rokje. Wie gaat dat betalen? 10.000 Jorvik shillingen voor een hoed. En het is gewoon een soort van blauwe pizza. Het ziet er niet uit. En een jurk. Nou, waarom is dit zo gigantisch duur? Kijk, dit dekje vind ik dan wel heel leuk. Die vind ik leuker, maar die kost ook 8.000 Jorvik shillingen. Oh, wat is het toch elke keer dat als Star Stable iets toevoegt dat het gewoon veel te duur is. Nee, oké. Hier gaan we sowieso niks kopen. Wow. Wow, wat zijn hier veel mensen. Wat gaan hier voor rare bloemen? Kijk, zien jullie dat ook? Hier zweven 2 bloemen. Wat is dat dan voor iets raars? Oké, we gaan hier. Punt voor je zomermunt. Oh, is dat dan... Aha, kijk eens even. Dit kan je dan uiteindelijk, wat ik al aan het begin van de video zei, dus je kan die munten sparen. Ik heb er nu 2, dat is niet veel. En dan kan je ze dus inwisselen voor gratis cadeaus. Ja, zo te zien kan ik nog niet zo heel veel dingen sparen. En wat is dit nou weer voor een raar jasje? Het ziet in... Oh, waarom heb ik een hengel op mijn arm? Huh? Waarom heb ik een hengel? Ik was nog niet eens aan het hengelspel begonnen. Wat ziet het er raar uit. Maar ik vind het eigenlijk helemaal niet zo mooi. Wat een rare kleding. Dit is een soort visserskleding of zo. Dit is toch niet voor paardrijden? Oh, maar dit kan je... Oh, die wil ik! Dit dekje! Ja, die vind ik mooi. Dus dan moet ik 10 zomermunten sparen. Oh, en dit vind ik ook wel weer leuk. Maar het is allemaal niet compleet. Oh, alles gaat helemaal vastlopen. Zien jullie dat? Komt het waarschijnlijk omdat het zo poepje druk is? Oepsie! Oh!
Hij loopt helemaal vast. Oké, volgende missie. Wat hebben we hier? Laat deze Chinese lantaarn los door naar een soortgelijke lantaarn te gaan. Oh, en dan krijgen we nog een lantaarn voor. Oh, en munten. Nou, dan doe ik het graag. Oh, en alweer geen XP. Dat vind ik dan wel weer raar. Moet ik nou letterlijk gewoon alleen op dit klikken? Gebruik voorwerp luchtlantaarn. Oh, daar komt iedereen weer aan. Oh, no. Wacht, ik wil gewoon even mijn lantaarn. Ja, het is gewoon al klaar. Onderdeel afgerond. Nou, daar gaat hij. Nou, fantastisch. Wat is dit toch mooi. Oh nee, het hele spel. Nee, wat is dit joh? Alles loopt helemaal vast. Ik ben niet eens aan het livestreamen en het gaat gewoon nu al weer mis. Misschien is het opzetten van die dansvloer dan eigenlijk ook niet zo moeilijk. Oh, no. Waarom heb ik nou weer een hengel in mijn hand? Oh, dit is niet handig. Dit is veel te druk. Oh, dit is het laatste al. Oh, volgens mij ben ik nou al klaar met die dansvloer. Oh, dat stelde niet zoveel voor. Ik had het gewoon uitgesteld, maar was sneller klaar dan gedacht. Ik vind het alleen een beetje slecht dat er nou weer zo'n rare hengel in mijn hand zit. Oh, het is klaar. Yeah, kijk dat paard ook lekker dansen. Ik ben mijn Uno-paard kwijt. Ik kan hem niet vinden. Mensen staan er allemaal in. Hongerige haaien bijten soms niet. Voer Bruce de haai. Wie noemt ze haai nou weer Bruce? En waarom moet ik een haai voeren? Ja, misschien had ik hem moeten lezen. Mijn motto voor vandaag is vissen zijn vrienden. Dat zegt mijn vriend Bruce altijd. Tenminste, als hij kon praten. Hij zegt, voer mij. Geef hem alleen geen vis, want hij wil namelijk resten van fruit. Hij wilde schillen, zaden, stengels. Dat vindt hij lekker. Het is een vegetarische haai? Oh, kijk, daar staat hij. Hij is lekker aan het dansen daar. Nou ja. Oh, Star Stable is zo fantastisch. Het spel loopt zo enorm vast dat mijn hele interface gewoon verdwijnt. Oh no, kijk, ik word opgegeten door die haai. Oeh! Oh, ik ben Bruce aan het voeren, maar ik zie helemaal niks. Oh, hij gaat weg. Nou, dat ging heel snel. Ik stapte per ongeluk van mijn paard af en toen ging Bruce weg. Want ik dacht, oh, je hebt Bruce gevoed, ga terug naar Toffe Tim. Nou, omdat iedereen ervoor stond, zag ik het bijna niet. Maar ik vind het wel heel gezellig. Oh, je kan het nou alsnog elke dag doen. En dan, oh yeah, haal ingrediënten voor Tim's smoothie bij de disco van Pinta. Nou, ja, ik heb nou dus, wacht, dat wilde ik zeggen. Het ging even fout. Ik heb nou dus dagelijkse missies vrijgespeeld. En hiermee krijg je dus ook die zomermunten. Je krijgt er helemaal geen XP voor. Geen ene poep, alleen dus XP. Of nee, dat bedoel ik niet. Jorvik shillingen en die zomermunten. Dus dat is wel mooi. Dus als het goed is, kunnen we nu nog een keer Bruce voeren. En dan zie ik het nu wel. Maar je moet wel altijd remmen, want anders dan ram je zo in Bruce de haai. Oeh, kijk nou. Oh, ik dacht even dat dat stukjes paard waren die hier rondvlogen. Maar het zijn veren. Ik dacht, mijn paard wordt echt opgegeten. Kijk maar, stukjes paard. Maar het zijn veertjes van een bloemetje of zo. Of bloemblaadjes dan. Oké, poging 2 om Bruce de haai te voeren. Daar gaan we. En Bruce voeren. Nou, kunnen we het goed zien? Oké, er gebeurt eigenlijk helemaal niks. Oh ja, dat zag ik net ook. Ik dacht dat mijn poppetje echt aan het voeren was, maar dat heb ik gewoon verkeerd gezien. Hij gaat nou gewoon weg. Oké, we gaan dit eens doen. Wat hebben we hier? Wil je proberen of je een vis kunt vangen? Uiteraard moet je hem daarna weer teruggooien. Praat op het strand van Fort Pinta met de visser en kom meer te weten over de vissersbrug die hij op het feestterrein heeft neergezet. Je krijgt er alleen Jorvik shillingen voor. Dat is echt heel weinig. Ik ben benieuwd of dit net zo irritant is als het vissen in Star Stable. Want dat is dus heel irritant. En ja, daar ben ik gewoon mee gestopt. Want dan kon je prijzen voor winnen of zo. Of bepaalde dingen. Je bent aan het vissen. Ja, ik zie überhaupt niet eens wat er gebeurt. Wat moet ik doen? Dan moest je toch klikken of zo? Ik weet het eigenlijk niet meer. Als die hengel bewoog of zo, dan moest je wat doen. Maar ik zie amper wat er gebeurt. Kijk, mensen gaan daarin staan. Ja, dan zie ik het toch niet. Wat moet ik hier nou weer mee met muziek? Dit heeft niet zoveel zin. Oh, jawel. Ah, ik kan de camera verdwijnen. Laten veranderen. Oh, wacht. Nu kan ik het wel zien. Dat is beter. Oké, als dat dingetje beweegt, dan moet ik dus... Ja. Dat was een beetje te vroeg. Ja. Kloppen de plop. Oh, ik heb er een gevangen. Wow, dat ging nu wel goed. Ja, ik heb het gedaan. Het is gelukt. Volgens mij. Nou moet ik weer mijn paard terug zien te vinden. Oh, mijn hele scherm gaat weer. Oh, hier is die. Oké, opstijgen. Wat heb ik eigenlijk gevonden? Ik heb iets van 5 vissen of zo gepakt. Hier, ja. Goed gedaan. Hopelijk zie ik je morgen weer. Wat? Is dat het enige? Oh, alles gaat weer vastlopen. Krijg ik niks? Ik denk ik krijg een heel groot cadeautje, omdat die missie gewoon heel erg lang duurt. Oh, wat ik wel zo te zien heb gekregen, is die hengel weer. Oh, nou, volgende missie. Dit viel wel heel erg tegen. Dit vond ik een beetje raar. Welkom bij de mysterieuze, magische, wonderbaarlijke race in de voetsporen van Aydin. Ben je klaar om net als Aydin over het water te lopen? Normaal gesproken kost deelname aan deze race 1001 Jorvik shilling. Vriend, daar kan je niet eens mee betalen, want het maximaal aantal Jorvik shillingen op het spel is 10.000. Dus 10.001 kan niet eens. Maar oké. Maar omdat je de eerste
eerste bent, mag je gratis. Zie het maar als een genereus gebaar. Nou, fantastisch. Ook 400 XP. Ik krijg exact hetzelfde. Ze zegt dat ik de eerste ben. Nou, als ik zo al die mensen zie, dan denk ik het niet. Maar ik vind het leuk bedacht. Ik snap nog steeds niet waar al die vliegende bloemetjes vandaan komen. Oh, dat was al een obstakel. Oh, hè? We lopen echt over het water. Op een soort oppervlak. Heel wat apart. En ik heb nog steeds mijn hengel bij me. En hey, we gaan over die eilandjes. Oh, ik zei toch al 2 weken geleden toen we zagen dat Fort Pinta was geüpdate. Van hey, die eilandjes die lijken ook wel nieuw. Hey, daar gaat Bruce. Ah, Bruce is vegetarisch. Dus, oh, waarom gaat mijn paard achteruit? Hij wordt meegenomen door de stroming. Maar we hoeven niet bang te zijn voor Bruce, want die is vegetarisch. Dus die zal ons niet zo snel opeten. Hij is alleen weg. Dat vind ik dan wel weer een beetje zorgwekkend. Dan heeft Star Stable wel een keertje hun best gedaan op een race. Met niet gewoon simpele hindernissen neerzetten en dan zeggen, klaar! Maar ze hebben echt wel er weer wat van gemaakt nu. Oh ja, trouwens jongens, ik heb vandaag mijn... Tadaa! Mijn nieuwe polo aan. En waarom gaat deze grappie nou weer precies hier met zijn boot varen? Oh, ik vind het trouwens echt wel een leuke race. Maar jongens, ik heb dus vandaag mijn polo aan. En het is vandaag een perfect weer voor... het perfecte weer voor een polo. En ik zou zeggen, heb je mijn polo nog niet? Dan staat die dus op mijn webshop. €29,95 zijn ze. En ik zou het super leuk vinden als jullie een polo kopen. Er zijn er al heel erg veel gekocht. Dus die vind ik heel erg leuk. En ik ben ook op Horse Event op de zaterdag van het eerste weekend. En ja, dan ben ik heel erg benieuwd hoeveel mensen ik ga zien met de polo. En ja, ik zou zeggen, heb je nog geen polo, bestel het dan een op mijn webshop. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Ik moet zeggen, ik had echt niet veel verwacht van dit strandfestival. Want ik zat heel erg te twijfelen van, ga ik deze video opnemen of niet? Ik had een andere video voor jullie gemaakt en die is heel erg leuk geworden. Maar toen zag ik dus dat het strandfestival toch nog wel groot was. En dat je dingen kan winnen en gratis dingen. En dat, ja, dat vind ik natuurlijk leuk. Dus uiteindelijk vind ik het toch wel weer leuk. Heb ik geen spijt dat ik het niet heb gedaan. Mijn paard, die werd een level hoger. Oh, en ik krijg... mijn paard krijgt 100 XP en ik krijg een shirt. Oh, maar dat vind ik leuk. Dan is dit zeker de allerlaatste missie. Oh yeah, ik krijg het. Joe, ik heb hem gekregen. Oh, no. Mijn hele inventaris verdwijnt. Star Stable loopt nou niet vast. Oké, ik vind dit best wel een mooie polo. Wacht even hoor, even kijken. Ik heb nog steeds die rare hengel in mijn hand. Wauw, very good, very nice. Deze... Kijk die rare bloemetjes. Ik vind deze best wel mooi. Hij is heel erg onscherp, maar dat maakt niet uit. Ik vind hem wel heel erg mooi, deze polo. Even kijken, ik wil graag zo'n gratis dekje bij deze winkel. En ik vond deze wel heel erg mooi. Zal ik het gewoon doen? Ik heb niet eens kleren die daarbij passen. Zal ik het dan wel doen? Ja, het is toch leuk. Het is ook voor de video. Het is leuk. Oké, ik heb hem gekocht. Het dekje met mijn gratis munten. Dus ik heb nu gewoon een gratis dekje. Even kijken. Ik heb nog steeds die engel. Die krijg ik er ook gratis bij. Maar wauw. Die vind ik best wel mooi. Ja, we hadden hem natuurlijk ook in het roze. We zagen hem daar ergens in het roze. En nu heb ik hem in het, deze kleur blauw. Moet ik even kijken of ik daar een leuk shirtje bij kan vinden. Want ik vind het wel een mooi kleurtje zo. Bam, ik heb er al een goed shirtje bij gevonden. Even kijken, heeft deze een beetje goede punten? Ja, hij heeft wel goede punten. Zou ik dit shirtje kopen, jongens? Het staat best wel leuk, maar ik vind deze ook wel leuk staan. Zou ik die trui kopen of de polo? Of wat is het? Vestje. Trui of vestje? Nee, trui of polo. Laat het even weten in de comments. Trui of polo. Nou, wat vinden we van het vernieuwde strandfeest? Laat het even weten in de comments. Ik vind het leuker dan ik had verwacht. Want ik had eigenlijk alleen verwacht dat ze weer die dansvloer hadden neergezet. Paar winkeltjes en klaar. Dus ze hebben er best wel wat leuks van gemaakt. Het is eigenlijk gewoon heel erg vergelijkbaar met het concept van Halloween, het Ruitenfestival en kerst. Want eigenlijk is alles exact hetzelfde. Maar het heeft gewoon, ja, een natuurlijk andere sfeer. Ik bedoel, er staat geen doodshoofd of er staat geen kerstboom. Maar het is gewoon exact hetzelfde. Maar goed, vond je dit een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog en laat eens even zeker weten in de reacties wat jij van deze update vindt. En wat je van mijn video's vindt. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, doe dat dan ook zeker. Want dan gaan we richting de 70.000 abonnees. Dus abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En bedankt voor het kijken. En doei doei!